Good morning, Jan. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vrijdag en ik ga jullie meenemen. Het is al 12 uur en ik moet nog ontbijten, dus dat ga ik nu eerst even doen. Maar net kwam de postbezorger langs van PostNL. En die kwam echt met een toren aanzetten aan pakketjes. Nou, we moesten een nieuwe stofzuiger hebben, dus die zat er ook bij. Maar echt, nou, volgens mij 6 pakketten of zo. En er zat ook van alles voor mij. Dus ik ga straks even laten zien wat ik allemaal heb ontvangen. Maar ik ga dus eerst even ontbijten. Oh, is goed. Er zat even zo'n vaseline waas overheen. Maar ja, prima. Het gaat om het verhaal, hè. Oh, ik heb lekker gedoucht en deze geur van Ariana, ik vind het alleen heel moeilijk opdoen. Maar ja, ik weet dat je dit er voor mij uit kan halen, maar is goed. Ik vind dit zo lekker. Ik heb deze voor het eerst gisteren opgedaan. En ik rook hem heet om me heen en ik dacht, oh lak. Maar ik dacht, ik ga even laten zien wat ik van Zalando heb gekregen. Tadaa! Dit zijn spullen, hele gave spullen. Allereerst een pak van Adidas en ik mocht dit zelf uitzoeken, ik had gewoon een voucher ontvangen, dus... Ik heb lekker even voor mezelf lopen shoppen. Dus dit Adidas pak zag ik ineens van de nieuwe collectie. En toen dacht ik, die vind ik gaaf. En ik zag al op model. Ja, dit pak valt een beetje wat kleiner. Dus ik heb de broek in de maat 2XL en de jas ook. Nou, die broek gaat waanzinnig oversized vallen. Dus dat is top. En het jasje ziet er gewoon voor een 2XL wel ietsjes krapper uit. Maar we will make it work. Dan ook dit hele leuke shirtje van Even and Odd. Ik ben niet heel erg bekend met het merk. Maar ik vond dit zo'n leuk shirtje. Ik denk, ja, dit vind ik altijd chill. Gewoon zo'n team met een opdruk is altijd waanzinnig. Koi Footwear. Mijn schoenen met spikes, die roze, die had ik in de vorige vlog aan. Zijn van Koi Footwear. En nu zag ik deze. Sorry. Maar dit is waanzinnig. Helemaal zo'n boze beer erop. En dan verder een platform sandaal. Dus dit vond ik echt amazing. Ik heb ook niet echt sandalen. Althans, ja. Ik heb ze. Ik draag eigenlijk nooit blote tenen. Dus het zal niks verbazen als ik er een sok nog in doe of zo. Maar is goed. Dat heb ik van Zalando mogen ontvangen. En ik heb nog meer dingen ontvangen. En vanmiddag komt er nog iets van Zalando binnen. Maar dat ga ik nog niet laten zien. Want dat is gewoon voor een campagne. Dus vind ik leuk om even te bewaren. I also got some products from NYX Professional Makeup. Omdat ik daar die live sessie had. En van Maybelline een pakketje ontvangen. Dus ik denk, Maybelline begin ik eventjes mee. Ik heb alles al opengemaakt. Dus zo spectaculair is het niet meer. Want ze hebben dus nu van die bronzers en dingen. Sun blush, electric bronze. Ik ga heel eerlijk met je zijn. Er zitten allemaal hele moeilijke shimmers en glans in. Ik ga dat echt niet gebruiken. Dus ik ga dit in een bak doen met spullen waar mensen die dichtbij me staan lekker uit kunnen snuffelen. I mean, I love Maybelline en heel veel producten. Maar dit is gewoon niet per se een SAS product. Dus dat is meer waarom ik het gewoon lekker ga doneren aan andere mensen. Dan, oh, dit zijn mijn penselen. Ja, dan zit hier gewoon echt van alles in. Wat ik gisteren heb gebruikt. Maar ik was dus vooral heel enthousiast, omdat ik die niet heb, naar de Vivid Liners. Het zijn dus liquid liners in allerlei kleurtjes. Dus ze hebben echt babyrolls, velrolls, blauw, turquoise, groen, pastel. Paars. Dus ik heb echt lekkere lipliners ook weer. Even wat oogpotloden en wat producten. Dus ik ben weer helemaal verwend na de live met NYX Professional Makeup en Douglas. Dus dank je wel. Dus dankjewel Zalando, Maybelline, NYX Professional Makeup voor al deze heerlijke goodies. Gisteren natuurlijk nog Benefit lekker ontvangen. En ja, ik ben weer helemaal verwend. Helemaal verwend. Oké, de nieuwe pruik wordt geïnstalleerd. Ik ga even neerzetten. En ik ben nu niet boos, nu ik hem op heb. Wel is die echt een stuk dunner dan die andere. En dat vind ik altijd wat moeilijker. Omdat dan, stel ik zou een keer zo doen, dan ga je hier zien wat er gebeurt. Dus daar moet ik gewoon echt mee oppassen als ik deze op heb. Maar ik ga hem nu eventjes semi, ik heb hem al geïnstalleerd op mijn hoofd. Nu ga ik even met die hittekam hem even plat drukken en zo. En ga ik even kijken of dat gaat werken. Maar ik vind hem zeker niet lelijk als ik hem dus op heb. Ik ben echt wel fan. Maar het is meer dat ik dus de dikte wat spannend vind. Dat ik niet hoop dat ik word geklokt als ik hem op heb. Als je snapt wat ik bedoel. Dus dat is meer waar ik me dan semi-zorgen over maak. Maar oké. Okay. Het is niet alsof mensen niet weten dat ik een pruik op heb. Maar dus ik ben er nu even aan het installeren. En ik denk dat ik misschien dan straks even wat TikTokjes ga filmen of zo. Ik moet even kijken wat ik ga doen. Maar voornamelijk denk ik dat ik gewoon even een chille dag ook heb vandaag. En dat is ook wel lekker. Hallo. Kijk, confession. Ik heb een soort Ranja-verslaving.
Want ik vind water drinken helemaal niks. En ik ben echt niet de enige daarin. En zoete oranje, maar ook echt zoet, is echt mijn, echt mijn ding. Ja, het is echt een hele nare confession, maar oké. Make-up is gedaan, ik heb er een video van gemaakt. En ik heb dus sowieso de droom om iets te doen. Maar ik zou niet weten wat met wie. Eigenlijk wil ik mijn moeder overhalen om nog naar kringloop te gaan. Maar ja, het is al 4:15. Dus ja, in hoeverre ga je nog heel snel ergens heen, weet je. Maar ja, het leven. Want de kringloop hier in het dorp ben ik gewoon een paar keer geweest. En het is gewoon niet per se giving. En ik wil eigenlijk wat dingen hebben voor Siget Festival. Niet alsof ik niks heb. Maar het lijkt me leuk om gewoon wat pieces te vinden. We gaan zien wat het leven ons brengt. Ik ben even snel met mama in de kringloop toch hier in Dalfs gegaan. We moesten ook even boodschappen doen, dus dat was makkelijk. Maar ik kom dat tegen. Deze broek, dit is een velours trainingsbroek van Zara. Dit is volgens mij letterlijk mijn broek geweest. Ik maak geen grap. Ik ga hem weer meenemen, want ik ben obsessed. Laatst dacht ik nog, oh my god, had ik die broek nog maar. Ik dacht, ik laat heel snel zien wat ik heb gekocht bij de kring. Het is niet veel. Maar als eerste dus deze broek. Ja, en dit is letterlijk, denk ik, mijn broek geweest. Mila en ik hadden deze broek toen in Amsterdam gekocht bij de Zaar. Weet ik nog. En ik denk dat Mila een maat S of XS had. Dus dit is de maat M. Dus dit is sowieso die van mij geweest. Maar dit is hysterisch. Ik weet niet of ik hem echt nog pas. Misschien zit hij bijna als een strakke legging. Maar ik moest dit hebben en weer kopen als nostalgie ding. Ja, ik ben echt een geschrift persoon. Dan heb ik echt het allerredelijkste item uit de kring gekocht. En dat is deze jeans legging. Maar hoe fucking iconic is dit? Ja, sorry. Ik kan het niet aan. Ik heb ook een soort neppe jeansprint bikini gekocht. Dus ik dacht, dan kan ik helemaal zo'n neppe jeansprint look creëren. Dus die moest sowieso mee. En ik weet ook niet of dit past, maar ik vond hem echt gewoon te prachtig. En hij was 1,50. Deze rok in een beetje Chinees-achtige print. Helemaal mooi lang, maar ik weet alleen niet of ik hierin pas. Maar we gaan het zien. We gaan eens kijken. Maar het was 1,50. En ik denk, ik vind die stof zo mooi. Ik zou altijd nog wat met die stof kunnen doen. Dus die drie dingetjes heb ik gekocht. Dus dat was het. We gaan zo meteen lekker eten. Ik heb de tv net aangezet. Ik ga het lieder opzetten. En dan gaan we lekker chillen. Niet voor mijn nek komen. Maar ik... Ik heb die jegging aan, die jeans legging. Gaan zien jullie dit? Oh, but the ass is assing. Maar ja, ik moet even een andere string aan, want het is heel erg big vagina feelings. Het is zo lelijk dat ik fan ben. Ik hoor ME al schreeuwen in mijn hoofd. Sas, dit kan niet. Ja, ik hoor er al schreeuwen, maar ja. Hallo, zien wij deze... The fuck? Ja, ben wel fan. Jammer, maar helaas. Ja, dat wordt hem niet, hè? Volgens mij kunnen jullie het gewoon zien, toch? Ja, dit, nee. Ik zou ook gewoon een keer eens iets moeten gaan passen in de kringloop. Want ik doe dat dus echt nooit. Ik denk dat... Oh, jawel, pas wel. Ik ken mijn lichaam zo goed. Maar ja, daar ga je dus mis mee in. Goedemorgen. Ik ga eventjes mijn bed opmaken. Ik ben echt nog zo moe. Ik dacht zeg maar dat ik... Toen ik wakker werd, dacht ik, oh my god, het is zo lekker. Waarschijnlijk is het 9:30. Het was 7:30. Of was het 8:00? Nou ja, iets met een 8 was vroeg. Kijk, die moeten aan die kant. Deze moeten hier. Ik heb helemaal een vaste... Een routine hoe mijn knuffels liggen. Zo. Zo. Hola. Gave octopus. Ja. En is een bed opgemaakt. Dankjewel. I love summer. Maar het enige nadeel aan de zomer is als je doucht. Dat, nou schat, je kan bijna weer douchen. Het is dan zo benauwd in die douche dat je echt denkt, voor wat heb ik dit net gedaan? Het is echt crazy. Ik heb net gedoucht en toen ben ik eerst gewoon even gewoon naar mijn kamer gegaan om af te koelen voordat ik mijn skincare ging doen. Want schat, het ging niet. Dus ik ga zo meteen ook even wanneer die skincare erop zit. Nu heb ik ook het geluk dat ik gewoon zelf mijn dag kan inplannen. Hè? Maar ik ga zo meteen gewoon even nog chillen. Want
Die skincare moet even intrekken hoor. Want jeez. Als ik nu weer... Oeh. Ik blijf hier neerzitten en hij blijft vallen, hè? Maar oké. Maar als ik nu meteen helemaal actief ga zijn, dan schat die skincare, die loopt zo weer die poriën uit. Ik moet echt een andere plek verzinnen waar ik die telefoon neer kan zetten, want dit gaat niet. Ik weet niet of dit beter is. Maar sure, man. Ik heb vandaag wel een leuke dag, want ik heb gewoon eigenlijk een hele chille dag. En vanavond pas plannen, want morgen is Janelle jarig. En Janelle is een van mijn besties. One of my best friends. En die is morgen dus jarig, maar die viert het vanavond. Gewoon bij hem thuis. In zijn appartementje. In zijn studiootje. Dus ga ik heen. En misschien dat we nog drankjes gaan doen later in de stad. Maar dat moeten we even zien. Ik blijf niet super lang hoor. Want ik heb gewoon een trein te halen. En heel veel. Of de meeste vrienden volgens mij komen gewoon naar Zwolle. Dus misschien dat die nog uitgaan of zo. Ik weet niet wat ze gaan doen. Maar ik denk dat ik gewoon de laatste of ene laatste trein lekker pak. En dan call it a day. Ik ben natuurlijk ook niet een meid die heel erg is van sociale dingen. Meer van, ik ben niet heel erg van het uitgaan of dat soort dingetjes. Dus ik maak het gewoon niet te laat. En dan vind ik het mooi geweest. Maar ik heb wel echt heel veel zin in. Ik heb Janelle echt een hele tijd niet gezien. Want die was lekker op vakantie en zo. En we hebben ook al weer wat gepland op een andere datum. Om iets te doen. Maar ik heb gewoon helemaal zin. Gewoon even een leuke gezellige avond te maken. Maar het is vanavond pas om 8 uur. Dus ik heb echt nog de hele dag. Ik wil denk ik nog even TikTokjes maken. Ik wil even een video maken met die Pimmel lipstick van Isamaya. En ik wil gewoon even een make-up lookje. Snatchen, sleeën. Dus ik heb alle tijd. Alle tijd. Take your hormones, honeys. Remember. Be you, shine bright. And take those hormones if you want some titties. Oh, nee, het is weer even tijd om hormonen in te nemen. Dat moet ik elke dag, maar sure. Dit is alleen zo kut, want ik heb die tablettensplitter. Want ik mag maar een kwart mannelijk hormoonremmer per dag. Maar met die lange nagels krijg ik het er niet uit. Ik zal verder niet klagen. Oké. Ik ga iets bespreken. Nee, weet je waar ik dus de laatste tijd steeds meer over na zit te denken? Kijk, ik woon in Dalfsen, een klein dorpje in Overijssel. Ongeveer naast Zwolle. En ik ben hier altijd opgegroeid en ik heb altijd gezegd, ik wil hier weg, het is vreselijk. Lala. Maar ik merk, omdat eigenlijk mijn werk en mijn leven best wel semi-hectisch is. En vooral gewoon door een bepaalde bekendheid of zo die je krijgt door het doen van TikTok, YouTube, Instagram. Maar ook gewoon de chaos die erbij komt qua events en dat soort hysterische plekken waar je dan altijd heen gaat. Vind ik het zo lekker als ik na zo'n dag hier weer thuis kom. Dan denk ik, oh wat fijn, wat rust. En ik merk dat ik dat gewoon echt heel chill vind. En dat ik gewoon steeds vaker denk, maar waarom zou ik hier niet willen blijven wonen? Weet je, ik ben gewend om te reizen. Heel veel mensen verhuizen die dit werk doen zoals ik. Die verhuizen naar Amsterdam. Omdat ze Amsterdam natuurlijk leuk vinden, maar ook omdat het makkelijk is qua werk. En ik snap dat heel goed, want het is ook een stuk makkelijker. Je gaat dan naar meer events of dingen omdat het dichterbij is. Maar ik ben gewoon een persoon die best wel snel overprikkeld is. En best wel snel helemaal... Nou, ik heb het natuurlijk al vaker over gehad dat ik gewoon helemaal drained ben na zo'n iets wat ik dan heb gedaan. En ik merk dat ik het dan zo lekker vind om weer in Dalfsen terug te komen. Ik had het er gisteren met mijn moeder over. Ik zeg, nou schat, jij gaat het niet geloven, maar ik zit hier steeds vaker over na te denken. En ik zeg ook, stel als jullie uit dit huis gaan, hè, ik wil dit. Ik maak geen grap, ik zou echt dit huis willen overnemen van hun. Omdat het gewoon zo'n chill huis is. Het is gewoon, alles is er. Ik zou het helemaal natuurlijk opknappen naar mijn eigen smaak, maar... Dat zei ik er ook al. Ik zeg, schat. Zeg ze, ja, ik snap het wel, want ik vind het ook zo'n chill huis. Ik zeg, ja, ik vind het huis gewoon waanzinnig. En ja, ik zit er steeds meer over na te denken. En ik vind het eigenlijk ook wel leuk dat ik daar steeds meer over nadenk. En mezelf daarin ook weer verras of zo. I don't know. En ik merk ook vaker als ik gewoon naar het dorp ga of even naar het dorp fiets. Eerder vond ik het altijd echt vreselijk. Maar de laatste tijd fiets ik er en dan denk ik, ja, weet je, prima. Alles is hier. Letterlijk alles is hier. En het is gewoon lekker rustig. Ja. Dus ik weet natuurlijk nooit hoe het leven loopt, hè. Want
kan ik zomaar zijn dat ik een partner tegenkom in het buitenland of ergens anders in de stad en dat ik daar wel intrek en dat dat ineens het is. Maar misschien loopt mijn partner wel hier in dansen rond mijn toekomst. Je weet het niet, weet je. Je weet gewoon niet hoe het leven loopt. Maar stel, ik zou hier mijn hele leven blijven, denk ik niet dat ik daar boos om zou zijn. En dat is dus vooral omdat ik dus nu het leven leid wat ik leid. Kan ze praten, maar dat ik daardoor steeds meer denk, oh ja, die rust en die omgeving is wel heel lekker. Er is superveel groen hier omheen. Je hebt alleen maar mooie plekjes eigenlijk en ik waardeer het alleen maar meer. Dus zit ik steeds meer voor na te denken. Dus ik denk, deel het even met jullie. Misschien vinden jullie het gaaf. En misschien is er ook wel iemand die zich erin herkent of zo, hè? Die denkt van, joh, ik snap jou helemaal. Of, kijk, ik ben 24. Ik ben zo jong. Weet je, maar waar maak ik me ook druk om? Maar, en wat ik al zei, je weet niet hoe het leven loopt. Maar dat is wel waar ik steeds meer over nadenk. Ja. Oké, make-up is gedaan. Ik heb me aangekleed. Ik heb letterlijk dezelfde outfit aan als gisteren. Want ja, ik had hem echt heel kort aan. En ik wist het gewoon allemaal niet. Dus ik heb dit aan. En ik ga nu koffie doen met Mila. Ze appte mij. Vriendin, wat zag je van een koffie? En ik zeg, vriendin, helemaal lekker. Kom eraan. Dus gaan we doen. Het is een stuk benauwder of plakkeriger dan ik dacht. Maar ja, wie must true, weet je. We gaan het zien. Mijn ouders zeiden net dat er blauwe bogen dagen zijn in het dorp. En dat zijn zeg maar een soort braderie hier in het dorp. En dat is een paar keer op zaterdag. Maar wij gaan altijd ergens zitten en dat is net buiten de grote winkelstraat. Dus we gaan het zien hoe druk het is. Oh, even lekker aan de cappuccino. Proost. Oké, ik heb een lip change gedaan en ik heb me aangekleed voor de verjaardag van Janelle. De lip trouwens die ik op heb is die Pimol lipstick van Isamaya, die ik in de vorige vlogs volgens mij liet zien. Dus dit is de look. Ik heb dat shortje aan met wat panties en een riem. Het Adidas vest gewoon aangehouden en ik doe deze moon boots, die bond boots eronder. Is het warm? Absoluut. Is het een look? Zeker. Dit ga ik dragen. Want ja, I look fucking cunty, dus ik ben obsessed. Dus ik ga gewoon lekker die boots aandoen en iedereen kan lekker verder mijn reetje likken. Ik moet volgens mij even een kwartiertje of zo weg, dus dat is chop. En dan gaan we lekker naar de verjaardag. Ik heb er helemaal zin in. Ik ben gewoon heel benieuwd, ik vind het gewoon heel gezellig. En moet niet mijn cadeau voor Janelle vergeten trouwens. Dat is weer typisch iets voor mij dat ik dat vergeet. En dan gaan we lekker genieten. Ik sta dus op station en ineens is het gewoon tering hard aan het regenen. Maar als het goed is, het zo voorbij. Dus ik wacht heel even tot het regen voorbij is en dan ga ik fietsen. Maar oh, het was wel tering gezellig trouwens bij Janelle, dus dat was echt top. Maar ja, ik zit met die lees. Die moet droog blijven. De rest van mijn bruik is echt zeikensnat. Als die lees maar droog blijft, dat is belangrijk. Maar ach, ellende. Dus ik ga echt eventjes wachten totdat het minder is. Want, zo ga ik de fiets niet op, hè? Dat snap jij. Ook met die bondlaars door die plassen stappen. Nou, echt praktisch kleden kan ze wel weer, hè? Morgen is mijn zondag. Oh. En moe. Oh, dit nummer pakt mij elke keer. Oh. That we kissed. Ik ben weer cliënt, kijk mensen, het is zondag. Lekker. Nou, Miss Girl is gedoucht. Ik heb weer lekker mijn Hello Kitty pyjama aan, want dit is gewoon letterlijk mijn thuispyjama. Ik draag hem ook wel eens gewoon als outfit, maar deze is super chill, super luchtig. Dus dit is de meest amazing pyjama om nu aan te hebben. Dus niet voor mijn nek komen. Dat is het gewoon. Ik heb deze gave doek op mijn hoofd. Dit heb ik gekocht om te slapen met mijn pruiken op. Want dan blijft ze wat mooier. Dus vandaar, ik heb net even gedoucht. Ik zit dus heel erg te twijfelen. Ga ik vannacht TikTok filmen of ga ik het niet doen? Heb ik er zin in? Nou, kijk, dat weet ik dus niet. Dus wat mijn ding is daarin. Ik denk heel vaak, oh nee, doe ik lekker niet. En uiteindelijk zie ik te filmen. Dus ik denk dat ik het gewoon maar ga zien. Ja. Ik heb ook wel zin om even de logeerkamer hier op te ruimen. Omdat ik nu deze kamer echt helemaal weer helemaal heb gedeclutterd. Voelt het weer zo lekker dat ik denk... Maybe I need to do that room too. So, daar ga ik even naar kijken waar ik zin in heb. Dus dat. Gaan verhalen. Alsjeblieft.
Ik ben een heerlijke video van M.A. aan het kijken ondertussen. Waarin ze mystery sieraadboxen heeft gekocht. Ja, niet normaal. Ik denk alleen, ik weet niet of zoiets voor mij zou zijn om dat te doen. M.A. heeft me helemaal geïnspireerd op zest. Maar ik ben zo specifiek en gek met mijn sieraden dat het voor mij waarschijnlijk niet echt iets is. Maar ik vind het heerlijk om naar te kijken. Ik kan niet wachten totdat er 80 delen van je online zijn. M.A., ik ben obsessed. M.A. van der Pijl, volg allemaal even. Love her. Dus ik ben heel even dat lekker aan het kijken ondertussen. En af en toe even een Glee. Af en toe YouTube, af en toe. Is helemaal lekker. Ik ga even dit ding van mijn hoofd afhalen en we gaan zien wat de dag brengt. Ik heb gewoon niks meer gefilmd. Nee, ik zit nu ineens even in onze veranda, zeg maar onze overkapping bij het tuinhuis. Hier is lekker zonnetje, maar een beetje wind, dus heerlijk. Ik ben nu wasjes aan het draaien. Ik heb de hele logeerkamer uitgemest. Ik heb volgens mij 6 of 7 zakken gevuld met kleding. Maar die kleding gaat altijd naar Zussies. Dat is hier een winkel in Dalfsa. En daar breng ik altijd mijn kleren heen. En zij verkopen dat voor mij. Dus ben je ooit in Dalfsa? Ga naar Zussies, de kledingwinkel. Daar kan je mijn kleding shoppen. Dus dat is helemaal leuk, helemaal gezellig. Dus daar heb ik allemaal dingen voor gedaan. Ik heb al mijn oud papier uitgezocht en naar beneden gebracht in de schuur gelegd. Al die dingetjes. Ik heb lekker gestofzuigd overal. Ik heb er van alles gewoon lekker gedaan. Ja, dus ik ben nu even wasje aan het draaien. Maar ik ga nu lekker zitten. Het is 4:30. Ik ga wel lekker een chippy eten. Straks even wat eten voor mezelf maken. Want mijn ouders zijn een verjaardag. En dan is dat mijn zondag. Maar echt tering chill. Mega productief. Dus ik vind het eigenlijk alleen maar lekker. Ik klaag niet. Piep, 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 piep. Ja, je bent klaar, hè? Slee. Die ga ik zo ophangen. Ik heb trouwens laatst van Fleuriel. Echt 4 verschillende wasmiddels ontvangen. Maar deze ruikt zo lekker. Deze versie. Ik pak voor de kleur was alleen maar deze. We hebben ook this one. Maar ik vind die roze lekkerder. Die rode. Heb ik gekregen. Dus niet voor betaald. Gewoon gekregen als PR. Want ik zou eerst naar Kopenhagen Fashion Week gaan, maar this year is not my year. Maar ik was dus uitgenodigd voor een show met Fleuriel. So I hope I can go in like the winter edition. Dus dat is voor mij januari. Dus daar wil ik proberen heen te gaan. Om te kijken, maar goed verhaal. Nou, weer volgende was erin. Het kan zat, hè? Ik zit inmiddels op de bank en ik heb lekker gedoucht nog even. Even lekker afgespoeld en gewoon even weer fris voelen. Mijn wasjes zijn allemaal lekker gedraaid. Dus ik ga zo even ook wat opvouwen. En eigenlijk, I call it a day. De vlog is al best wel lang. En ik ga morgen gewoon weer lekker een nieuwe starten. Zoveel ga ik niet meer doen. Waarschijnlijk ga ik gewoon lekker Glee kijken. Hè, wat ik al altijd doe. En dat is het denk ik gewoon lekker. Dus ik ga de vlog afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet je duimpje omhoog te doen. Te abonneren op mijn kanaal. Om op de hoogte blijven. En ik zie jullie de volgende.